In deze video laat ik zien wat de goedkoopste manier is om aan schijven te komen, dus harde schijven voor computers. Dus typisch een harde schijf voor een computer, dit is een 3,5 inch type model, dus voor een desktop. En dan heb je ook voor laptops heb je dit soort 2,5 inch modellen, dus die zijn eigenlijk kleiner. Het voordeel van die kleinere is dat ze ook zuiniger zijn. Het nadeel is dat ze meestal een, iets trager werken. Dus pak dat deze 5000, rond de 5000 toeren doet, dan zullen die grotere schijven eerder rond de 7000 toeren doen. Voor laptops, voor gameconsoles en dergelijke meer, daar passen enkel die kleine modellen in, die zijn ook veel lichter natuurlijk. En eigenlijk de truc is om te gaan kijken naar de promoties van de externe harde schijven. Dus dit is een voorbeeld van een externe harde schijf, die heb ik eerder al laten zien in dit kanaal. Dit is een 4 terabyte model van Seagate. Ik geloof dat de volledige benaming Seagate Expansion Portable Drive, dat is de volledige benaming van deze, dit type externe harde schijven. Dus die zijn, maar die zijn eigenlijk in veel gevallen, en zeker als je goed op zoek gaat naar promoties en dergelijke meer, zijn deze vaak goedkoper dan de echte losse schijven. Nu, let wel op, het is niet omdat dit is nu een Seagate model. Hier zie je de merknaam staan. Dat betekent wel niet dat, dat de schijf dat erin zit ook per se een Seagate schijf is. Als je kijkt op YouTube, er zijn mensen die deze openmaken, die Samsung schijven vinden. Want dat gaan we natuurlijk doen vandaag. We gaan deze openmaken omdat hierin zo'n harde schijf zit. Nu, als je de prijzen vergelijkt, dus sowieso al, zeker als je echt naar de kleinere 2,5, die zijn iets duurder meestal dan de 3,5. Maar zelfs met de 3,5 kun je eigenlijk, als je vergelijkt met die externe harde schijven, zeker als je de promoties opzoekt, als je in de Mediamarkt bijvoorbeeld, heb je die bakken waarop die vol met promoties liggen. Daar zitten vaak van die externe harde schijven in. Nu, moest je zo'n externe harde schijf kopen en je wil die gebruiken, dan zijn er een paar dingen die je moet opletten. En dat is dat je een USB 3.0 aansluiting hebt. Dus dat is hier die USB 3.0. En natuurlijk wil je ook dat je computer USB 3.0 ondersteunt. Ik zal een afzonderlijke video maken om de verschillende snelheden aan te tonen. Het komt op neer dat USB 3 enorm veel sneller is dan USB 2. Andere standaarden die ook snel zijn, zijn FireWire. En dan is er ook nog van Apple uit Thunderbolt. En eigenlijk om die behuizing open te maken hebben we zo. Ik was van plan om dit te gebruiken. Dat is zo'n kitje dat je krijgt als je een scherm koopt voor je telefoon. Om die te vervangen, dan krijg je dat er typisch gratis bij. En zo die plastic dingen zou je hier moeten kunnen tussen krijgen. Dus als je goed kijkt, dan zie je dat er hier een naad is. En ik heb het, voor ik deze video maakte, al geprobeerd eigenlijk. Deze schijf komt eigenlijk uit zo'n Seagate Expansion. Dus dat was ook effectief een Seagate schijf. Maar ik zeg, het heeft geen garantie. Nou, natuurlijk, als je die schijven hier uithaalt, is dat je de echte specificatie van die schijven niet kent. En vaak gaan ze juist om promoties zijn, om dumpprijzen. Gaan ze vaak ook niet de duurdere, maar eerder de goedkopere modellen erin steken. Dus dat zal wel een 5000 toeren model zijn. Maar op zich, zeker voor USB 3, zal die snelheid en toeren niet groot. Dat zal de bottleneck niet zijn, dat zal het probleem niet zijn. Ah ja, als we het hebben over snelheid, dan ben je trouwens sowieso altijd beter af met een SSD, een solid-state-schijf. En dat zijn eigenlijk schijven die gebaseerd zijn op geheugen in chips, eerder dan zo'n echte klassieke schijven. Ik heb hier een schijf, die is stuk zoals je kunt zien. Ik heb die opengemaakt, dan kun je zien dat in die schijf dat een mechanisch gebeuren is. Dus er zit hier een arm die over die schijven heen beweegt om zo de data uit te lezen. En dat zit ook in die kleinere modelletjes, alleen in kleinere versies dan uiteraard. Terwijl SSD-schijven, die hebben die mechaniek niet. En die zijn ook gewoon veel sneller. Nu, om deze open te maken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er niet geduld voor heb om, omdat ook echt met dit ding voorzichtig te gaan openmaken en daarbij die behuizing niet te gaan beschadigen, dat je dat toch zou kunnen dichtmaken. Ik ga even een schroevendraaier erbij nemen. Ik zal het hiermee proberen uitvoeren. Dus de aan te raden methode is met van die plastic clips, omdat je de behuizing dan niet kapot maakt. Maar ik zal het een klein beetje agressiever doen met deze schroevendraaier.
Omdat ik de behuizing toch niet meer nodig heb. En ik weet dat ze er alles aan doen om dat eigenlijk zo moeilijk mogelijk te maken, om dat open te maken. Bijvoorbeeld, dit is een model van Lacey. Zie hierop de naamgeving. En dat is een metalen behuizing en daar zitten schroeven in. Maar dat zijn dan echt torx-schroeven, bepaalde types die moeilijk te vinden zijn. En als je dat losmaakt, kan je dit eruit schuiven. Dus dat schuift hier helemaal in. Ze hebben allemaal een ander systeem. Daar zit dan uw harde schijven. Dit is een 1 terabyte model, dacht ik. Die zit hier vastgeschroefd. Dus door die behuizing. En dan zit hier een controllerbordje. Dat is, ja, deze is geen USB 3. Dat was nog een oudere schijf. Dat is dat controllerding. Dat klikt daarop. Dat zit daartussen met een ledje, typisch. Nu, deze heb ik daarmee nog niet opengemaakt. Of opengekregen. Oké, het lijkt erop dat de hoeken hier aan de connector, dat die het gemakkelijkste los te maken zijn. Volgens mij is mijn schroevendraaier ook veel te groot. Oké, met die grote schroevendraaier krijg ik er geen pak op. Ik heb een iets kleinere schroevendraaier erbij genomen. En die kan ik ertussen duwen en dan zo naar boven duwen. En daarmee krijg ik het los, merk ik. En als je zelf een ander model hebt waarvan dat je zou willen weten hoe dat je ze kunt openmaken, typisch op YouTube, als je het model in heeft, zijn er wel filmpjes. Dus dit is wat ik bedoel. Ja, je ziet dat het ligt hier allemaal plastic. Dus die behuizing is wel kapot, maar eronder, ertussen schuiven en zo open klikken. We zijn er bijna. Ja. Dat is wel de laatste clips geweest. Hè. Dan kun je het geheel open doen. Heel vaak ga je daarin van die folie vinden en dat wordt gebruikt om componenten tegen elkaar te houden en ook voor de afscherming van de warmte en dergelijke. Dat kun je er gewoon af. En dan deze types, die hebben hier schroeven zitten in de harde schijf. Zoals je hier gaten hebt om een schroef te plaatsen, zijn er hier ook gaten om de harde schijf te bevestigen. Daar zitten schroeven in, maar die zitten los in de plastic. Dus er zijn, ja, wat die clips betreft, dus hier zie je dat zijn die clips, zijn allemaal afgebroken. Als je genoeg geduld hebt, zou je die clips hier weer moeten kunnen achteruit duwen. Oké. Dus dat is de schijf. En dan zie je hier die rubbertjes. Die zitten gewoon op de schroeven die erin zitten. En die rubbertjes rusten dan hier in de behuizing. Hier in die uitsparingen die voorzien zijn in de behuizing. Dus zo zit de harde schijf in deze, in dit type behuizing. Nu, als tip zou ik aanraden om, als je die eruit haalt, ja, daar kun je niks mee doen. Maar bijvoorbeeld dit type, dus als je die schijf wilt connecteren in je computer, dan zou je kabels gebruiken die je hierin kunt plaatsen. Of bij Mac Pro bijvoorbeeld is dat een adapter. Dat soort platen, waar je die kunt op bevestigen via een adapter. En die schuif je dan rechtstreeks op een contact dat op je moederbord zit, waar dat in past. Dat is eigenlijk een contact dat lijkt op deze connector. Maar ik zou aanraden van dit ding bij te houden, dat is heel handig. Dus dat kun je rechtstreeks connecteren op die harde schijf. Hier een USB-kabel aan, USB 3. En je kunt die schijf uitlezen. Dat is super handig om heel snel die schijf toch als externe schijf te gebruiken. Of bijvoorbeeld als je schijf hebt die stuk is, of een schijf dat niet meer in de computer zit, dat je heel snel wil kijken wat erop staat van data, kun je dat met die adaptertjes altijd snel bekijken. Dus nu heb ik dit koppel schijven, 2x4 terabyte, gebruik ik in RAID 1 configuratie. Dus dat wordt naar de twee schijven, wordt dan dezelfde data weggeschreven, dan heb je altijd een backup. En het zijn in dit geval blijkbaar 2x Seagate Barracuda. Maar ik zal in een aparte video de snelheid van deze schijven testen. En vergelijken met andere opties schijven, ook met andere type connectors. Dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.